Help save Bonaire's Marine Park. 50 years of advanced environmental legislation that made Bonaire a pioneer in nature conservation has been overturned. Bonaire's zoning plan has been revised to permit downtown development in the Marine Park. Kustbebouwing zorgt voor verstoring van het milieu in die zin dat het stroompatronen kan veranderen. Maar belangrijker denk ik is dat het sediment in beweging komt. Of van land afkomt of onder water in beweging. En dat betekent dat sedimentatie, stroomafwaarts plaatsvindt. En wat het grote effect heeft, dat is weer veranderde turbiditeit van het water. Het wordt troebeler. En omdat koralen afhankelijk zijn van licht voor overleven, is dat een hele belangrijke factor in hun voortbestaan. Daar bij karels, er staan een aantal nieuwe palen in de grond, in zee. Maar vergeet niet, daar staan niet alleen palen. Die palen, daar komt wat op. He, daar komt een platform op, daar komt een bar op, daar komt een restaurant op, noem maar op. Wat ook afval produceert natuurlijk. En wat we vooral zorgen baart, is dat hoe het altijd gaat met grote ontwikkelingen, dat is, ik weet niet of dat spreekwoord bestaat in Bonaire, maar als er één geit over de dam is, dan volgen er meer. Dus als het eenmaal is toegestaan, dan is het heel wel mogelijk, of zelfs heel waarschijnlijk, dat iemand anders zegt, wij moeten horen, ik wil hier om die en die redenen ook graag een pier bouwen en ik zorg ervoor dat er niks gebeurt, dat het allemaal netjes, tralala. Nog een pier erbij en voordat je het weet, heb je er 20, 30, 100. Unless we do something about it. Sign the petition. Support the appeal. Go to www.savebonairemarinepark.org. Stand by me and save Bonaire's Marine Park. Stand by me.